U ziet het begin van de tweede helft. Hesper en het schot. Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Carlsen. Willian. Miranda. Coutinho. Zo, die is hij kwijt. Ja, en nu? Bal gestopt, maar kom terug. Een fantastisch verdedigende actie. Dat was anders zeker een doelpunt geweest. Marcelo. Kijk nou. Nee, dat lijkt nergens op. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Coutinho. Willian. Ze mogen ingooien. Marcelo. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Ja, de scheidsrechter had het gelukkig in de gaten. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Kroondeli. Heel goed gedaan van die doelman. Paulsen. Thiago Silva. Ja, en nu? Coutinho. Raak, hij zit. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog, buiten spel. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Voor het doel met die bal. Dit wordt wel wat. Kroondeli. Snel teruggekaatst. Goed gewerkt. Bende. Bal op de lat. Willian. Coutinho. Kroondeli.
De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. Deze gele kaart moeten ze maar opvatten als een ernstige waarschuwing. Er is immers net al een speler van hun weggestuurd. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier. Willian. Er is iemand mee, dus hij heeft de mogelijkheid om de bal af te spelen. Ja, en nu? Gered, maar het blijft gevaarlijk. Lost het op met een hakje. Willian. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Willian. Die aanval wordt onderbroken. Thiago Silva. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Ik kan mezelf amper horen praten, Jury. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai, hè? Ja, ze weten dat het elftal moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. Hele belangrijke ingreep van die verdediger. Eriksen. Marcelo. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Paulsen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. En die bal is voor de keeper goed uit zijn goal gekomen. Willian. Ramirez. Wat een actie. Hij is er bijna. En de bal belandt via de keeper in het net. Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Delhi. Paulsen. Was ook een keurig in de 16. Eriksen. Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel.
Toen ze met minder spelers verder moesten, dacht ik dat ze het wel konden vergeten. Maar nee dus hoor, ze pakken toch nog de overwinning. Ja, het is net alsof er dan een knop omgaat, Evert. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man minder bent. Nou, hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, Juri. Wat vind jij? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.